Beste mensen, welkom bij Reven in de Gloria. Het is 15 jaar na de dood van de grote Gerard Reven, onze volksschrijver. En ik heb gelukkig twee gasten waarmee ik ga praten over leven en werk van Gerard Reven. De eerste is Diederik van Vleuten, cabaretier, theatermaker, schrijver. En Frank Catreur, schrijver en essayist en columnist. En ik wil eigenlijk beginnen met jou, Diederik, want jij kwam hier aan en je zei... Ik ben in Grunterp geweest, waar Reven dus jarenlang gewoond heeft in Friesland. Ja. Hoe was dat? Ja, dat is natuurlijk nu met dit weer en met deze wind over de Friese weilanden was dat heel guur. Maar ik reed over de A7 en ik zag de afslag Blauwhuis. Natuurlijk van het gedicht Graf de Blauwhuis. Ik dacht, ja, nu ik toch op weg ben naar Groningen hier, even eraf. En een klein, tegenover het huis staat een mooi kapelletje. Met een gastenboek, daar kun je wat inschrijven. Dus ik heb opgeschreven 8 april 2021, Gerard Reven, 15 jaar overleden, maar niet vergeten. Ja, dus daarom zijn we hier. Maar het staat er nog allemaal, huizen, het gras, je kunt erheen. Het is een gewijde literaire plek, prachtig. Ja, ik ben er ook geweest. Het is ook prachtig, het is zo verlaten. Ik begrijp ook wel dat Reven af en toe echt melancholisch en misschien depressief werd daar in Friesland. Vechtend met God, hè? Vechtend met God, maar het is ook wel heel erg mooi een plaats voor poëzie eigenlijk. Je moet ervan houden, maar ik hou wel van het landschap, hoor. Prachtig. Ja, ook wel. Ja. Kun jij je herinneren wanneer Reven in jouw leven kwam eigenlijk? Ja, twee keer. Eén keer op de middelbare school. Bij het samenstellen van de boekenlijst. Ik ben van 61, dus ik moest nog echt een boekenlijst met 25 boeken op het gymnasium. En daar stond natuurlijk, werd gezegd, de avonden. En ik ben eraan begonnen. Ik vond er weinig aan. Ja. Dus die heb ik van de lijst gegooid ten vervuren van Hermans Nooit Meer Slapen of dat, ik weet niet meer wat. Damocles. En pas later, een paar jaar later, ik studeerde aan het conservatorium in Den Haag. En toen, dat zal ik nooit vergeten, ik lag met een blinde darm. Ik was net verwijderd in het ziekenhuis. En kwam een vriend van mij en die gaf Oud en Eenzaam. Zegt, dan heb je wat te lezen. En daar ben ik aan begonnen. En daar stond een fragment in, onder andere van een fietstocht die hij maakte naar een communistisch zomerkamp. Ja. En als je een blinde darmoperatie hebt gehad, is het hier klein. Maar je spieren die zijn nog eventjes, die moeten even herstellen. Maar dan moet je natuurlijk niet een van de allergrappigste passages van Reven. En toen was ik zo ontzettend, ik vond het zo heerlijk om te lezen. En toen heb ik al mijn vakantiegeld, in plaats van op vakantie te gaan, ben ik naar boekhandel Ulysses in Den Haag. Die bestond toen nog. Ik zeg, mag ik het complete werk van Reven? die had het toen nog staan, die legde dat neer op de ding. En toen zei hij alleen erbij, heeft u de avonden? Heeft u die al? Ik zeg, nee, doe die er ook maar bij. En toen heb ik het in die zomer, ik heb het denk ik in een jaar of twee, allemaal gelezen. En sindsdien is het gebleven. Ja, nooit meer weg. Je bent besmet geraakt met het Reven-virus. Ja. Franca, kijk, jouw grote doorbraak was Dorsvloer vol confetti. Je bent opgegroeid in een orthodox christelijk milieu. Voordat je die roman schreef, heb je je bezig gehouden met Reven eigenlijk? Had hij een rol in jouw leven? Of? Rol is een beetje een groot woord, maar ik heb Nederlands gestudeerd en daar kwam Reven natuurlijk wel langs. We hebben moeder en zoon volgens mij gelezen. Ja. En ik denk ook de avonden. Ja. Ik moet zeggen, van mijn studententijd, ik weet daar niet zo heel veel meer van wat ik toen heb gelezen. Ik heb best veel boeken gelezen, maar ja, hoe je dan leest is toch anders dan hoe ik nu lees bijvoorbeeld. En het is ook anders dan hoe ik... Dat is gewoon per leeftijd is het gewoon heel anders. En als student Nederlands ben je toch gewoon ook best wel veel bezig met allerlei andere dingen behalve een roman binnen laten komen, zeg maar. Je bent dan ook bezig met analyseren en kijken wat er ongeveer uitgevraagd zal worden. Ja, je had niet zoiets van, ik herken wel iets in zijn werk op dat moment. Op dat moment niet. Dat kwam pas later eigenlijk. Ja. Ik ben geen Reviaan zoals jullie, hoor. Ik bedoel, jullie kijken elkaar aan en dan zie ik iets. Dan zie ik gewoon een soort vlammetje overspringen of zo. Dat heb ik dan minder. Maar, naar deze avond misschien wel. Nou, wie weet. Dat vlammetje dat hoeft ook helemaal niet. Nee. Maar ik heb dus nu weer zitten herlezen voor deze avond. En ik moet zeggen dat het wel erg leuk was om te doen. Wat heb je nu herlezen van Reven? Verschillende dingen. Ik heb niet alles helemaal integraal gelezen, maar best wel veel brieven. En ik vond de brieven aan Carl Michot heel erg leuk om te lezen. Ja. Waarom vond je die heel leuk? Nou, toch eigenlijk wel. Ik vind het eigenlijk best wel prettig dat het niet per se een plot heeft of zo. Het gaat gewoon maar door. Ja. En dat vind ik eigenlijk nu wel leuk. Daar kan je ook soms een beetje aan toe zijn.
En ik was telkens verrast door zijn spitsvondigheid, zijn geestigheid, zijn, maar ook wel soms ontroerd door dingen die hij schreef. En ik was nu best wel gespitst op wat hij nu eigenlijk over geloof precies zegt. Ja. En dat onderscheid wat hij maakt bijvoorbeeld tussen een immanente godsbeeld en een immanent godsbeeld. Dus immanent is dan die wraakzuchtige, controlerende god die kijkt of je wel je aan de regels houdt. Waar jij natuurlijk in feite veel mee te maken hebt gehad. Ja, wat mijn god was. Ja. Nou, daar moet hij niet zoveel van hebben. Nou, dat begrijp ik helemaal. Ja. En zijn idee dan dat God ten diepste het allergeheimste, intiemste in jezelf is. Dat vind ik, vind dat heel mooi gegeven. Ja. En ik kan daar denk ik ook wel iets mee. Het resoneert wel een beetje. Alleen ja, hij koppelt het natuurlijk ook heel erg aan zijn seksuele voorkeur voor jongens. En dan met dat revisme, het offeren en martelen van jongens. Daar moet ik dan niet zoveel van hebben, eerlijk gezegd. Ik bedoel, niet zoveel van hebben. Ik hoef er natuurlijk niks mee, maar het staat me soms een beetje tegen om daarover te lezen. We kunnen er straks ook even op verder gaan. Ja. Want misschien is het ook wel een leuk idee, want jij zei ook iets over het taalgebruik van Reven en we kunnen wat laten horen. Maar voor jou als theatermaker heeft dat eigenlijk ook veel betekend, hè? Nou, ik zeg me in de allergrootste bescheidenheid, maar ik heb van Reven leren schrijven. En ik heb verder, mijn stijl heeft natuurlijk niets. Het allerlaatste wat je moet doen is Reven kopiëren. Dus dat is ook verre van mij, dat is helemaal niet. Maar wat ik bedoel, is dat ik door Reven, door zijn soort een rijk taalgebruik. En het was natuurlijk een groot stilist. En zijn zinsbouw en de zorgvuldigheid waarmee hij de taal omgaat. Wat zeg je wel, wat zeg je niet? De plaatsing van woorden, dat is bij hem van het grootste belang, zoals dat voor iedere schrijver zou moeten zijn. Maar bij hem was ik voor het eerst echt betoverd door taal. Later had ik dat ook met Louis Couperus, maar bij Reven was het eerder. Ja. En waar zit dat in? Kun je dat uitleggen? Of is het niet uit te leggen? Ja, ik kan wel een fragmentje voorlezen. Heel graag. Als ik het meteen kan vinden. Reven was er overigens helemaal niet op tegen als je hem zou kopiëren, denk ik. Originaliteit, daar geloofde hij helemaal niet in. Voor hem was het heel logisch dat je alles overal opving en vond en gebruikte. En originaliteit bestaat helemaal niet. Nee, maar daarmee was hij wel een van de origineelste schrijvers, gek genoeg. Want ja, dat was je had Reven natuurlijk meteen eruit. En dan heb ik het niet over zouden, weet je, in plaats van zou. Maar een Revenzin, ja, die kan je... Daarom kan je Reven ook duizenden. Zo goed... Kijk, Harry Moelis kan je niet citeren. Als ik jou citeer één zin van Harry Moelis, blijft het heel lang stil. Dat is heel moeilijk. Ja, maar Reven, die is... Omdat het zulke monumentale zinnen zijn. Er zitten natuurlijk meer schrijvers bij wie dat is. Maar, maar als je nou toch een... Het begin van Oud en Eenzaam, dat was ook het eerste Reven-boek wat ik echt las. Daar zegt hij eigenlijk niet meer dan van, ja, ik ga nu een boek schrijven. Maar ik heb eigenlijk geen idee waar het over gaat. En ik zou eigenlijk van tevoren een lijstje moeten hebben van onderwerpen waarover dit boek zou kunnen gaan. Maar ik geloof niet dat er in mijn leven iets is voorgevallen wat echt de moeite waard is om te schrijven. Dan hoop ik maar dat Gods genade op dit boek rust. Maar dan, nou, dat is eigenlijk wat hij zegt. Maar dan, deze stijl, proloog van Oud en Eenzaam. Nu ik dit boek... op 7 juni van het jaar 1976, te des namiddags 2:05 begonnen ben te schrijven, zou zulks moeten betekenen dat ik over de inhoud heb nagedacht en een slotsom heb gemaakt ter zake wat als belangrijk en wezenlijk opgeschreven zou moeten worden en wat ik als onbelangrijk en bijkomstig ongeschreven zou moeten laten. Nagedacht heb ik wel, maar tot die slotsom heb ik niet kunnen geraken. Ik weet niet wat wezenlijk en beslissend is geweest in mijn leven en wat niet. Al zo dikwijls komt nu ook mijn eigen leven mij als onbelangrijk en zinloos voor en zie ik nergens in dat leven iets dat groots of heldhaftig genoemd zou mogen worden of dat in helderheid en geladenheid de kracht zou bezitten van een symbool dat het zin en duiding zou kunnen geven. Wat ik hier vermeld geldt wellicht gelijkelijk voor elk mensenleven. Het menselijk leven kan slechts zin en duiding verkrijgen door de goddelijke genade en die genade onttrekt zich aan de zeggenschap en de kennis van mensen. Al dus weet ik niet, en zal ik nooit weten, of in mijn leven deze zin en duiding ooit, door wie dan ook, te vinden en aan te wijzen zouden zijn. Waarom dan beschrijf ik een leven waarin ik geen duiding of zin kan ontdekken? Ik zou het niet kunnen zeggen. Of het zou moeten zijn omdat ik hoop dat de genade zich door mijn pen zou kunnen openbaren. Ja. En dan ben je geïntrigeerd.
En dan ben je meteen, het is een soort niet, het is een soort, of je, nou, ik wil niet zeggen of je de Bijbel openslaat, maar je betreedt een mythisch boek, weet je wel. Je weet nog helemaal niet wat er gebeurt, nee. Maar hij heeft het al zo opgepompt tot iets geweldigs. Ja. Toen ik dat las, ik weet nog precies waar, in dat ziekenhuisbed. Ik wilde meteen toen alles lezen en hoe die zinnen formuleert en tot een geweldig einde brengt. De woordkeuze, dat was meteen, en dat heb ik van hem meegenomen. Gewoon de zorgvuldigheid waarmee je zinnen construeert. Ieder woord het volle pond geven. Niet zinnetjes afraffelen. Bij hem is het altijd goed. Het is een fenomenale schrijver. Was hij vanaf het begin. Ja. Vanaf het begin van de ondergang van de Bosowitz. Ja. Werd er Nieland. Laatste jaar van mijn grootvader in de avonden. Ja. Hij was al meteen op een ongelooflijk hoog niveau. En dat is nooit meer minder geworden. Nee. In inhoud misschien wel, in stijl niet. Ik vind vooral zijn inzet zo bijzonder. Dus los een beetje van hoe hij het nu daar zegt. Maar hij wil steeds zo graag dat boek schrijven dat alle andere boeken overbodig maakt en dat het zin en betekenis zal geven. Ja. Niet alleen aan hem, want het is zijn eigen leven, maar echt voor de hele mensheid. Moet het verlossing brengen. Ja, hoe kan ik dat nou schrijven? Ken jij dat? Dat je denkt, ja, dat wil ik ook. Natuurlijk, ja, nee, niet zo. Dat is belachelijk, moet ik zeggen. Nee, je wil natuurlijk wel het boek schrijven dat voor jou een soort vervulling is die jouw leven zinvol maakt. Maar dat is al heel wat, weet je. Ja, je kan dat echt niet nog ook eens verlangen van de rest van de mensheid, dat ze door jouw boek verlost gaan worden. Ik bedoel, what the fuck, dat is niet... Het is ook natuurlijk ook schrijversromantiek. Ja, het is wel een heel mooi streven. Zo goed moet het zijn, zo perfect moet het zijn, dat inderdaad... Nou, je moet ook jezelf echt als God zien, wil je dat kunnen zeggen. Denk je dat Reven zichzelf soms als God zag? Tuurlijk. Op sommige momenten had hij dat wel. Ja? Op welke momenten? Nou, hij had zeker wel grootheidswaanzin. En ook natuurlijk momenten van duisterheid. Dat wisselde elkaar wel af. Maar hij dacht wel, hij wist ook geen andere collega die zo goed was als hij zelf was, ongeveer. Nee, maar hoe kijk jij? Je hoorde van Dieter. Ik haal het er helemaal niet uit. Nee? Dat schrijft hij ook in, op een andere plek, hoor. Over dat boek dat het alle andere boeken over van Violet en Dood. Ja. Ja. Ja, maar het is natuurlijk ook de vraag, natuurlijk, het speelt bij Reven altijd, hoe serieus gaan we dit helemaal nemen? Want hij heeft natuurlijk daarna dat zo vaak gezegd, het boek wat alle boeken, behalve het telefoonboek en de Bijbel, overbodig moet maken. En dat heeft hij natuurlijk zo vaak. Maar het is natuurlijk wel een inzet geweest, van hij stortte zich daar met zijn hele leven op. En dit moest beter zijn dan de voorgaande boeken. Of omdat ook lukte, wist hij ook niet. Je moet het ernstig nemen, maar niet te letterlijk. Ja, maar ik geloof niet dat hij... Ik geloof niet dat hij in die zin aan grootheidswaan... dat hij dacht, ik ben de beste schrijver. Of bedoel je dat niet? Want het... Nou, dat denk ik eigenlijk wel, maar... het is verder niet zo belangrijk, maar... Nee, je moet het wel serieus nemen... maar het is natuurlijk nooit een letterlijke waarheid. Zoals dat natuurlijk bij de Bijbel ook... Nee, precies. Zo leest hij de Bijbel ook. Ja. En hoe kijk jij naar zijn stijl? Heb je zelf als schrijver daar iets aan? Of herken je iets in hem? Nou, in die zin dat ik het ook fijn vind om verheven zaken te vermengen met banale dingen. Maar dat heb ik eigenlijk niet zo heel erg van Reven afgekeken, moet ik zeggen. Omdat ik in de tijd dat ik Dorst voor Confetti schreef... eigenlijk helemaal niet met de Reven bezig was. Nee. Maar in dat boek met name, maar ik doe het wel vaker... als ik het echt over die reformatorische onderwerpen heb... daar zit natuurlijk ook zoveel heiligheid in... bij bepaalde dingen die je beschrijft. En zeker als je dan ook de talen Kanaans bezigt. Dat is een soort geheimtaal die bekeerde mensen onderling spreken. Bekeerde mensen zijn dan de mensen die ook door God zijn... bekeerd, zou ik maar zeggen. Dus de talen Kanaans heet dat zo. Ja, ja, dat heet zo. Ja. Ja, maar dat is een soort geheimtaal die je alleen gebruikt als je dus uitverkoren bent. En de gewone gelovigen, kijk, in de kerk zaten er gewoon heel veel gewone gelovigen en dan een paar in onze kerk die waren uitverkoren. Die hebben een eigen taal. Dus het was al voor de gewone gelovigen eigenlijk bijna blasfemisch om die taal te gebruiken. Maar laat staan voor mij als iemand die van de geloof is gevallen... om dan die taal te gebruiken. Maar ik vond dat ik het moest doen in het boek... omdat ik dat onderwerp behandelde. Ja. Maar dan vond ik het juist heel mooi... Vond je daar dan ook schuldig over, dat je dat gebruikte? Nee. Ik vond eigenlijk dat ik die taal... daar was ik ook mee opgegroeid. Dus dat mag ik ook wel gebruiken, vond ik. Ja, ik ben ook heel gevoelig voor taal, dus ik vind het ook mooi. En ik heb het gevoel dat ik het niet doe om te spotten. Maar ik vond het wel mooi om het heel erg
plots af te wisselen met, weet ik veel, een VCM-potje of zo. Of weet je, iets wat dan zo banaal is. Omdat het in het gewone leven gaan al die dingen ook gewoon door. Dus je kan het hebben over de grootheid van God en al die heilige zaken. En ondertussen zit iemand iets tussen ze kiezen uit de peuteren. Ja, dat doen mensen. Ja. Ja, ik vroeg me wel af, want jullie geloofsopvatting is natuurlijk heel anders als je zo orthodox opgroeit. En Reve is natuurlijk in zekere zin, zou je blasfemisch kunnen noemen, met totaal eigen voorstelling van hoe religie werkte en God als een muisgrijze ezel en katholieke dieren die ook naar de hemel gaan. En hoe kijk je daar tegenaan? Nou, ik weet wel dat in mijn studententijd was het echt shocking, dat ezelproces. Toen ik dat hoorde. Ja? Ja. Vertel. Voor mensen die het niet kennen ook. Hè? Er zijn mensen die dat hele proces... Waar gaat het over? Nou, het ezelproces is een passage. Dat schreef Reve in een blaadje voor homoseksuelen. De dialoog. En dat gaat over God in de gedaante van een muisgrijze ezel. Ja, er zijn twee passages. Dus ik haal ze misschien nu een beetje door elkaar. Dat hij daar seks mee zou hebben. En hij zou die hoefjes omzwachtelen. Want als hij dan klaarkomt, dan zou hij niet te veel krassen. Zou hij trappelen met zijn pootjes? Ja, trappelen met zijn pootjes en niet te veel. Maar goed. Ja, dat is natuurlijk ook wel opzettelijk blasfemisch bedoeld, denk ik, door Reve. Ja. Maar gewoon het idee dat je zoiets over God zou zeggen. En dat vond ik echt heel, heel schokkend toen. Ja, en nu? Hoe kijk je er nu tegenaan? Nou, ik zou zoiets nu niet durven schrijven zelf. Ik lig maar nu is de tijd onder... weer anders, hè? Ja. Want er is wel een... Hij schreef dat in die wanneer was Ezels proces? 67, 68, zoiets? In de jaren 60. Maar toen was het ook provocerend bedoeld, denk ik. Ja. En toen kwam er een tijd dat de mensen eigenlijk niet zoveel interesseerden. Nee. En de tijd waar je alles mocht zeggen. En nu zie je volgens mij dat de tijden... Ik bedoel, er komt nu weer een nieuwe preutsheid aan. Daar, ik vraag me af wat we over een paar jaar nog kunnen zeggen. Ik denk dat de halve Reve eruit gaat. Nou ja, als je dat zo... Nee, dat denk ik wel. Sowieso, al dat gedoe met die minderjarige jongens, dat kan natuurlijk nu helemaal niet. Nee, absoluut niet. Dat is, maar ik zou ook niet de behoefte voelen, eerlijk gezegd, om zoiets te schrijven. Want ja, het is ook niet meer zo heel erg origineel om op die manier God voor te stellen. Weet je, dat is ook een dat zou heel kinderachtig zijn als je daar een variant op zou bedenken, zou ik zeggen. Dat dient geen doel. Nee. Maar ik denk dat de redenering van Reve, die ik wel interessant vind in dit geval, is... er is een God die mij geschapen heeft. En die God stelt mij in staat om... Ja, andere mensen zien dat als beledigend. Hij niet. Om deze gedachten te hebben en dit op te schrijven. En God heeft mij die mogelijkheden gegeven. Dus ik doe het. Wat vind je daar dan van? Ja, en God is ook weer... Het zit ook weer heel erg in hem. Dus het is het intiemste van hemzelf eigenlijk. Het is heel onduidelijk in hoeverre die God ook extern is. En soms wel en soms niet, geloof ik. Soms dan kan hij dat eventjes geloven en dan weer niet, geloof ik. Ja. Zoiets. En hij heeft natuurlijk ook de gedachte gehad dat wij zoeken God, maar God zoekt ons ook. Hè? Ja. Ik moet zeggen, het is echt niet de vinger op te leggen hoe het precies zit, hoor. Ik vind dat in elk geval heel moeilijk. Maar ik denk ook niet dat dat een heel zinvolle exercitie is. Ik denk wel dat het hele idee van een God... En een geloof en Maria die als moeder fungeert, dat voor hem wel een soort structuur aanbracht in zijn denken. En dat hij die structuur wel heel erg nodig had. En dat eigenlijk een soort, voor een deel, de verlossing inhield waar hij nou op zoek was. Waarom had hij dat nodig, denk jij? Nou, ik denk omdat het ook wel een hele originele geest is die niet zoveel meesters zag of mensen die hij kon navolgen of die hetzelfde waren als hij of hetzelfde dachten als hij. En hij kwam natuurlijk uit een heel duidelijke structuur. Het communisme was een heel overzichtelijke wereld. En als je dat verlaat, dat is iets wat ik herken. Dan kom je toch in een soort vrije wereld terecht. Waarin zeg maar ineens geen regels zijn of geen er zijn natuurlijk wel regels. Maar je moet eigenlijk een soort helemaal opnieuw het wiel uitvinden. Je moet een soort levensvisie ontwikkelen die er voor je gevoel niet is. En dat is dan... Dus je herkent de worsteling eigenlijk wel? Nee, wel het zoeken van een...
een kader of zo? Want binnen een kader is het natuurlijk altijd heel makkelijk om te bewegen. Ook om over de lijntjes weer te kunnen gaan. Ik denk dat hij dat ook heel erg zocht, omdat hij ook natuurlijk heel graag choqueerde. Maar dan moet je wel iets hebben waar je dan tegen af kan zetten, waar je overheen kan gaan. Want als er niet iets van een kader meer bestaat, dan is dat natuurlijk niet zo'n zinvolle praktijk. Nee, klopt. Hij heeft al eens gezegd dat hij de ene kerk voor de andere heeft ingewisseld. Hè? Dat ja, natuurlijk klopt. Uit de kerk van Stalin ja, en Lenin. Ja, van pleegzuster Bloedwijn. Ja, en dat hij natuurlijk in de kerk... Maar hij heeft natuurlijk wel ook met veel humor gedaan. Ik denk dat jij daar ook wel veel uitgeput hebt misschien. Dat hij is ook een van de grappigste schrijvers. Absoluut. Nou, die Nederland ooit gekend heeft. Ja, maar hij is voor mij de enige schrijver die je net zo kan laten huilen van het lachen als huilen van het gewoon nog van de emoties. Er is geen schrijver, voor mij althans, of ik zie er een paar over het hoofd, die dat kunnen. Die gewoon binnen op één pagina dat je zit rot te lachen en dan aan het eind van de pagina denk je, jezus. Hoe hij dit dan weer zegt en waar gaat het over? Een volstrekt eenzame man. En dat is zo onvoorstelbaar knap. Ja. En heb je wat gehuild om Reven? Ja, om wat hij heeft geschreven? Ja, en ik vind het ontzettend veel ontroerende... Mm-hmm. ontroerende... zoveel ontroerende passages in zitten. Ook als je ziet... bijvoorbeeld ook echt dat allereerste werk van Werther Nieland en de ondergang van de familie Bolsjewitz. En zeker ook de avond is natuurlijk ook een ongelooflijk ontroerend boek. Het gaat altijd over de humor in de avonden, weet je wel. En die is er ook op iedere bladzijde. Maar het is ook die volstrekt eenzame jongen van 23 die zich een weg probeert te vinden in dat gezin. In die naoorlogse tijd. Ook trouwens ongelooflijk dat je in 1947 een boek schrijft. De oorlog is 2 jaar geleden. En daar heeft hij op zijn manier ook nog het nodige meegemaakt. Ja. Dat het woord oorlog daar niet in voorkomt. Dat is, weet je, maar het is natuurlijk die beklemming van die ouders die hij ziet. Ja, alleen al de slotpassage, dat hij eigenlijk vraagt aan God van die ouders, zij kunnen het ook niet helpen. Laat het gezien zijn. Het is gezien, het is niet onopgemerkt gebleven. Dat vind ik de ontroerendste zin uit de Nederlandse literatuur. Het is gezien. Het is niet vooral het woord onopgemerkt. Hè. Dat is zo uit alles waar het leven raast voorbij. En dan, maar laat deze twee mensen gezien zijn. Laat dat zich in dit huis heeft afgespeeld. Ja. Terwijl als je het boek leest, denk je, wat heeft zich daar dan afgespeeld? Ja, een vader die als hij een zender op de radio opzoekt, hem verkeerd afstelt en met zijn aardappels zit te prakken en de jus slurpt. En, wat hij ook zo knap doet, dat heb je ook in Nader Tot U met die passages waarin hij met Nico Verhoeven zit. En dat gaat dan over Den Brabander. Maar er zit zoveel melancholie en weemoed in. Maar af en toe plaatst hij ook weer zijn opmerking, waardoor je weer enorm moet lachen. En dat is de verknoping van dood en weemoed en humor, dat is gewoon heel erg knap. Ik dacht op weg naar Groningen, als ik nou iets wil, één passage die waarvan ik nog weet dat ik in de trein tussen Den Haag en Leiden, alsof dat het doet. Maar goed, dat weet ik nog zo, omdat ik dat... En dit was een passage uit Nader Tot U, die ik zo... Dat is helemaal Reven. Mag ik maar eventjes een klein stukje? Ja? Uit Brief in de Nacht geschreven. Vannacht zag ik, als in een laat winterlicht, mijn oude school in het Betondorp weer voor me. En opeens begreep ik dat uit de gestalte van dit gebouw, indien iemand het verstand had bezeten, reeds toen de zekerheid van de oorlog en al zijn rampen berekend had kunnen worden. Ook doemden weer de communistische jeugdkampen voor me op, met een altijd onbeschrijfelijk slecht, vrijwel tot onbegrijpelijkheid toe, uit het Duits vertaalde leuzen en liederen, voor welke teksten ik mij om een of andere reden verschrikkelijk schaamde. Eerst thans begrijp ik dat deze kampen niet anders zijn geweest dan de aankondigingen in een schijnbaar onschuldige vorm van de concentratiekampen en vernietigingskampen die nog moesten komen. En tenslotte, langzaam omhoog komend in de paarse duisternis, rees weer het vale gezicht voor me op van de oude kunstschilder N, die thans reeds jaren dood moet zijn, maar die 20 jaar geleden op een ochtend in februari of maart 1945... in de huiskamer van zijn etagewoning in Amsterdam-Zuid, terwijl zijn dochter hem tevergeefs tot kalmte en zitten maande, mij met holle, hortende stem toeriep dat hij alles al jaren geleden had gezien, zoals hij ook nu reeds het vuur zag dat in één enkel ogenblik 1-2 steden zou verteren.
Na het licht te hebben aangeknipt, tuurde ik lange tijd naar een grillig verlopende scheur in het behang naast het bed. En overwoog ik dat indien iemand de vorm ervan zou kunnen uitleggen en duiden, hij dan tevens de taal der dieren zou kunnen verstaan, aardkabouters zou kunnen bespieden, etc. Het tobben had een aanvang genomen. Ik begon na te denken over de zin van mijn bestaan en vooral over de geldigheid van mijn schrijverschap. Ja, ik vind het onweerstaanbaar. Echt onweerstaanbaar dat je dat die school in Betondorp en dat je dat koppelt aan de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog en dat je dat weer voert naar een man die alles al had zien aankomen en dan ook Hiroshima en Nagasaki voorspelt en dan meteen doorgaat van en ik zag een scheur in de muur, ik dacht als je die scheur kan verklaren dan spreek je ook de taal de kabouters. Enfin, Tobbe had een aanvang genomen. Ja. Weet je, en dat is die afwisseling vooral dat ja, dat is mooi gedaan. Enorm opblazen van. Ja. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik herken iets in die manier van kijken. Je hebt het zelf ook? Nou, met oude schoolgebouwen, dat je opeens associaties hebt. En dat bedoel ik, je hebt net even over, wat heb je eraan in theaterwerk? Ja. Van Reven, die associaties gebruik ik altijd in mijn theaterwerk. Als ik aan een stuk schrijf, zet ik altijd al mijn antennes open en ik zie wel wat er komt. Ik zeg ook altijd, als ik wel eens met mensen werk die zelf een programma aan het schrijven zijn, ik zeg, gooi nooit wat weg, want nu ben je aan het schrijven. En alles wat er nu in je opkomt, heeft waarschijnlijk, omdat je er nu bedenkt, ergens een lijn of je het later kan gebruiken. Maar de meest vreemde dingen die je nu nog niks met elkaar van doen hebben, misschien zou weggooien, denk, laat ze even naast elkaar liggen. Want er zit misschien een verbindende factor in die je nu nog niet ziet. Ja. En dat is met deze, met name die brievenboeken van Reven, als hij begint. Hij noemt het dan weer het is weer het ouderwetse oude hoer. Ja. Ja, helemaal niet hoor. Nee. Want die brieven, nou, daar zat hij op te zweten. Ja, maar ik heb de voorstudies gezien met alle doorhalingen. Ja. En soms waren die A4'tjes van hem waar alleen maar doorhalingen waar drie zinnen over bleven. Hij heeft hier op zitten zwoegen. Ja. En dan vervolgens meanderend. En dan wat hij even in zo'n halve pagina aanroert, het is ook niet gering hoor. Nee, want het lijkt ook heel gemakkelijk, maar dat is natuurlijk heel moeilijk weer. Dat is hetzelfde. Het klinkt alsof het moet er staan zoals het er nu staat. Ja. En dat is al heel knap. En een laat winterlicht, hè? Dat is zo mooi. Een laat winterlicht. Een paarse duisternis rees de vage gestalte op van. Ja. Die ook al jaren dood is, weet je wel. Het is allemaal. Dat is verschrikkelijk. Je herkent ook dat getop. Dat ken je zelf ook wel eens. Als je zo in zo'n zomeravond. Dan zit je daar zo bij zo'n kampvuurtje en dan. Hè? En dan zit je in het Friese huis, in huis het gras. Ik stond er vanmiddag en de wind blies over de weilanden. Dan begrijp je het helemaal. En dan zie je natuurlijk Gods gruwelijke majesteit, zoals die het heet. Ja. De dag brak aan en de dag verhief zich en ik zag uw gruwelijke majesteit. Ja. Hè? Als ik dood ben, hoedt het dan tijgertje? Ja, ja, heel ontroerend. Dat kan je toch niet met droge ogen uitspreken? Althans, ik niet. Nee. Als ik dood ben, hoedt het dan tijgertje? Ja, dat is echt heel mooi. Fantastisch. Ik denk dat jij het ook wel herkent, toch? Ook dat mijmer, maar ook, het is bijna een soort bijbelse mijmering, heb ik het gevoel. Er zit heel veel bijbeltaal in. Statenvertaling, hè? Ja, precies. Het oude, prachtige Nederlands. Ja. Maar was het ook zoals jij mijmerde vroeger, of? Nou, ik moet zeggen, wel meer dan. Dat automatisme is nu wel een beetje weg, hoewel het er nog steeds wel een beetje zit. Maar vroeger, ja, dat was heel logisch. Mensen praten ook gewoon zo met stukken bijbeltekst erdoor. Want ja, dat is, die taal zit zo in je, daar hoor je de hele tijd. Heb jij dat zo meegemaakt? Ja, echt met dit soort. Ja, ik ben echt opgegroeid met de Statenvertaling. En die las je sowieso minstens 3-4 keer per dag. Er werd er uit hardop voorgelezen, maar je las hem zelf nog. En in de kerk natuurlijk. En je kunt eruit citeren, je kent het uit je hoofd. Ja. Maar ik moet zeggen dat ik dat. Ik heb me best wel lang een tijd, toen ik niet meer geloofde, heb me ook een beetje geschaamd voor mijn reformatorische afkomst. Dus ik heb me erg afgeleerd om zo te praten. Op de studentenvereniging deden we het nog wel, zeg maar. Want er zaten allemaal studenten die zo op die manier opgroeiden. En dan deden we het ook een beetje zo ironisch. Kan je daar nog wat. Mag ik dat niet vragen? Kan je daar nog iets van. Ja, nou ja. Hoe heeft dat geklonken? Ja, of was het gewoon citeren? Nee, het is gewoon meer in het taalgebruik dat het er doorheen komt. Dus dat je allerlei referenties hebt. Ja, ik heb nu niet. Misschien komt er wat, maar dat weet ik niet. Het is niet meer hoe ik. Ik heb best wel een beetje actief afgeleerd om zo te praten. Omdat ik. Ja, ik vond het ook allemaal oudbollig, weet je wel, toen. Ja. Nu zou ik het weer kunnen inzetten voor mijn schrijverschap. Maar dat moet ik eerlijk zeggen, vind ik dat ook een beetje.
makkelijk of zo. Ik weet niet. Ja. Ik heb het. Misschien komt wel haat-liefde verhouding ermee. Ja, dat klopt. Want ik heb het in mijn eerste boek gebruikt om dat milieu goed weer te geven. En daarna was ik er even helemaal klaar mee. Dus in de woongroep komt geen. Dus mijn tweede roman komt geen enkel Bijbelcitaat in voor. Maar dan. Hoorde in mijn stem weer wel. Ja. Maar tussendoor weer verhalen weer helemaal niet. Dus het is soms wel, soms niet. Het moet. Haatliefde. Ja, ik ben nu weer met een boek over de Bijbel bezig en het zit er weer vol mee. En dan stroomt het ook weer. Dus het is weer, ja. Soms, ja. Ja, dan past het ook. Ja. Dat is het ook. En het zit toch in je verankerd waarschijnlijk, een of andere manier. Er zit toch een soort taalgevoeligheid ook daarvoor. Maar wat Reven ook had. Ja, maar bij Reven vind ik dat zo grappig, omdat hij natuurlijk helemaal niet met de Statenvertaling is opgegroeid. Nee. Dus hij heeft het toch echt allemaal zelf, door zelfstudie, heeft hij dat zich eigen gemaakt. Ja, en volgens Wolkers was hij ook niet altijd accuraat. Want Wolkers was natuurlijk ook echt. Jan Wolkers, die bijbelvast, dat hou je niet voor mogelijk. Nee, daarom. Ja, dus die corrigeerde Reven af en toe nog. Dus, nee, maar ik heb ooit. Bijbelvast, wat is dat? Ik bedoel, ik zie ook dat hij dingen half citeert of soms verkeerd. Maar dan denk je dat het een variant is erop, toch? Ik bedoel, hij. Ja. Hij. Hij heeft waarschijnlijk gedacht, dat kan ik beter. Ja, toch? Je hoeft niet. Ik verbeter de Bijbel. Ik had vroeger ooit een grote Reven-verzameling. Ik had ook een van de Bijbels van Reven. Hoe die in mijn bezit is gekomen, dat maakt niet. Maar goed, die had ik. En daar heeft hij ook aantekeningen in gezet. Dus er stond ook af en toe onzin of niet mee eens. Ja. Of weet je wel. Ja. En dan verbeteringen, hoe het beter geformuleerd had kunnen worden. Ja. En dat is toch wel meesterlijk. Omdat ja. maar de liefde voor taal, weet je. De rijkdom van de taal. En dat komt dan inderdaad via de Statenvertaling. Want toen ik Reven las, kende ik dat allemaal niet. Ik heb het later pas de Statenvertaling gelezen. Over het hele grote gedeelte eruit. En dan zie je waaraan hij schatplichtig is. Ja. Maar ik bedoel, 15 jaar dood, weet je wel. Je wil nog wel eens dankjewel zeggen. Ja. Heb ik hem in zijn leven nooit kunnen zeggen. Ik zou ook niet weten hoe dat moet. Ik ben een groot bewonderaar van uw werk. En dan had hij waarschijnlijk gezegd dat ze u geraden. Ja. Nou, jij wilde het niet ontmoeten, toch? Eigenlijk. Je wilde ik had één keer de kans voor jezelf. Ja, ik had één keer de kans gehad. Ik dacht, wat bij een signeersessie in Amsterdam. Ik dacht, wat... En dan, hè? Ik zou heel graag een hele dag met hem praten. Maar niet even, mag ik uw hand... Dat snap ik wel. Ik weet het niet. Ik dacht ook, dus niet. Maar... Je hebt je toch kenbaar gemaakt als Reviaan, want jij wist het van hem. Ja. Ja, hoe... Nou ja, die man die had de meest mooie Reven-verzameling die wie dan ook had. En heb je alles verkocht? Ja. Ja. Aha. Dus nou ja, dat gaat dan zo. Kijk, het zullen meer verzamelaars hebben. Het is toch iets wat je ook vooral in je eentje doet, weet je wel. Het is een plezier. Ik bedoel, als je het niet meteen deelt thuis of zoiets. Of dat allemaal vrienden zeggen van, hey, Diederik, laat ze. Je zit toch in je eentje dat allemaal bijeen te brengen. En dus ken je verzamelaars. Dat was op een gegeven moment degene. En die belde elkaar op. Van, je moet nu naar Leiden, want daar ligt. En dan, ik heb het alvast voor je gereserveerd. Het ligt daar, je kan het. Etcetera. Dus dat is ook. En op een gegeven moment ben je compleet. En... En je had zijn bril en zijn pijp en zijn... Nou, ik heb wel koontje ben met de doek en zo. Maar ik moet ook een hele prozaïsche reden. Dat viel samen met de verbouwing van huis. En op een gegeven moment een oude boerderij. En toen kreeg ik de rekening voor de nieuwe Elektra. Toen dacht ik, ik heb hier nou, weet je wat... Ik heb er heel veel plezier van gehad. Ja. Ik heb van één ding, echt één ding... Ik vertelde je net even voordat we begonnen. Van één ding spijt dat ik dat ooit verkocht heb. Dus mocht de eigenaar nu luisteren... Ik had het exemplaar van de eerste druk van de avond... die Gerard Reven op de dag van uitgifte van verschijnen gaf... aan zijn leraar Jacques Presser. Hè? De historicus, schrijver van Ondergang. Ja. En voor Jacques Presser... In dank voor uw lessen... Ja. En dat is een exemplaar waarvan ik dacht, omdat ik, dat had toch wel een hele grote betekenis. Ook omdat ik zo van geschiedenis hou en ook wel redelijk in de oorlog geïnteresseerd ben. En Jacques Presser met zijn boek Ondergang, dat had voor mij zo'n link. Daar heb ik nog wel spijt van. Maar, maar je hebt dus verkocht om het geld, begrijp ik. Nou, ook. En op kreeg je er veel voor? Het was niet gratis. Ja. Het was niet gratis, zij vertelde niet. Nee, maar dat vind ik altijd... Maakt het niet uit, hè? Nee, maar het was uit, maar... Oh, je wilt het graag weten. Ja, maar dat is altijd wat iemand wil weten. Wat kost dat dan? Ja, er zijn dingen die waren duur. En... Maar ik had een hele... Ik vraag me af of dat blijft. Of de waarde blijft. Ja. Het is wat de gekte voor geeft. Op tijd verkocht, toch? Maar op een gegeven moment is het... Ja,
over. Het is wat de gek ervoor geeft. Ja. En sommige schrijvers blijven altijd duur. En blijven een waarde verhalen bij Reven, weet je niet. De hele markt rond Boudewijn Buug is bijvoorbeeld ook ingestort. Weet je. Dat is ook zo iemand die veel verzameld werd. Maar het gaat mij om gewoon puur... Ik had gedichten in diverse versies die die nog... Ja. Weet je, zag je het ontstaansgeschiedenis van een gedicht. Ja. En dat vond ik zo bijzonder. Ja, dat is geweldig. Ja, we kunnen zo trouwens even over zijn poëzie hebben. Want hij was ook een groot dichter eigenlijk. Ja. Maar dan hoor je het gekras van de kroontjespen. En dan zie je met al die doorhalingen hoeveel bloed, zweet en tranen voordat hij die 4, 5 regels op papier had. En dan ben je bij het schrijverschap. Ja. Hè? En ik bedoel, in de eerste druk, ja, dat is ook allemaal, het zit hem allemaal. Je kunt zeggen, ja, dit is precies hetzelfde als de tekst van de 10e druk. Ja, maar de eerste druk staat het dichtst bij het origineel. En dat is de verschijningsvorm zoals hij het wilde hebben. Dit is een beroemde. De eerste druk van de avond. Daar zat dat gele buikbandje omheen. Want het was bekroond nog in manuscript. Was nog niet uit. Met de Reina Prins Geerlijksprijs. Ja. Een prijs voor debutanten. Dus zo verscheen de avonden in de eerste druk. Ja. Ja, dan ben je dichterbij. Het boek kan je dan niet komen. En dat vond ik dan mooi om te hebben. Dat begrijp ik. En dat bestaat ook nu niet meer. Ik bedoel, iedereen schrijft nu op zijn laptop. En, dat. En Reven met de kroontjespen. Dat is natuurlijk ook heel romantisch. Met een inkpotje. Ja. En als je dan die brieven... Ik heb nog wel wat oude brieven van hem. Die heb ik niet weggedaan. Wat ik ook niet heb weggedaan... zijn trouwens de dichtbundels van Hanny Michaëlis... met wie die korte tijd getrouwd was. Ja. Omdat ik die gewoon te mooi vond. Die waren onderdeel van de collectie... maar die heb ik er netjes buiten gehouden. Oh ja. Misschien aan het einde nog tijd voor één klein stukje Hanny Michaëlis. Moet je me even een zetje geven? We gaan alle kanten proberen. Want we hebben het inderdaad over zijn proza gehad... maar Reven vond zijn poëzie toch uiteindelijk ook wel belangrijk. Hij heeft zelfs wel eens gezegd van... ja, eigenlijk de poëzie is waar het om draait. En de rest is flauwekul. Dat is een beetje overdreven natuurlijk. Dus heb je een gedicht bij de hand wat je zou willen doen? Of heb je dat nu niet? Nou, ik vind het zo mooi dat hij nu... we zijn hier toch bij één omdat hij 15 jaar geleden is overleden. Ja. 8:15 s'avonds op 8 april. Ja. Gedicht Afscheid uit 1973. Vergeet mij maar, doe mij maar weg uit uw herinnering. Tot eens, bij toeval nog, geleest. In alle stilte plaatsgevonden. En schud het hoofd en gaat uw weegs. Ja. Dat zijn van die prachtige... Ja, die gedichten zijn heel erg in balans. En ik heb een interview gelezen met Ad Fransen. En ik begrijp ook wel een beetje hoe dat komt. Natuurlijk door zijn taalgebruik. Maar hij vertelde aan Ad Fransen dat hij... op een gegeven moment boodschappen ging doen, voor mij, ik denk in Blauwhuis, moest hij lopen. Ja. En onder het lopen, dan openbaarde zich als het ware een gedicht. Maar hij zat dus ook in het ritme van het lopen. Dus vandaar dat die gedichten ook zo lekker klinken op een of andere manier. En, Jan Wolkers vond hem een hele matige dichter. Ja, dat ben ik niet meer. Het is allemaal veel te letterlijk. Ja. Even gedicht doen als je het graag. Ja. Dat is een gedicht over zijn moeder. Dat vind ik een van zijn allermooiste gedichten. En bij Reven staat er vrijwel altijd heel veel tussen de regels. Droom. Vannacht verscheen mij in een droomgezicht mijn oude moeder. Eindelijk eens goed gekleed. Boven het woud waarin zij met de dood wandelde... verhief zich een sprakeloze stilte. Ik was niet bang. Het scheen mij toe... dat ze gelukkig was en uitgerust. Ze had kralen om die pasten bij haar jurk. Ja, geen woord te veel, hè? En als je dan de avond hebt gelezen? Ja, schitterend. Ligt het ernaast? Ja. Zometeen vraagt ze waar het sleuteltje van het kolenhok is. Ja. Frits, weet jij waar het sleuteltje van het kolenhok is? Ja. Het is prachtig. En Reven heeft ook gezegd dat een gedicht voor hem eigenlijk het meest geschikt is voor een... godservaring. Ja. Dus ik weet niet hoe jij er naar kijkt. Heb jij zijn poëzie gelezen? Ja, niet alles, maar wat hier... Oh ja, in zijn, hoe heet het, geestelijke liederen, hè? Ja. Ja, ik vind het heel mooi. Ja, zeker. Heb jij een favoriet gedicht? Of, Ja, maar ik ben niet zo'n goede voordrager van andermans poëzie. Dus ik hoef niet per se... Nee, jullie vinden het zo leuk, dus ik luister wel. Oké. Okay. Ja. Vuur je iets op in die poëzie? Of, Ja, ik vind het heel... toch ook wel de humor over zuster Immaculata, die dan... Het is tegelijk heel erg... iedereen zal denken, zo is het, maar het is ook wel heel grappig. Diederik, kun je dat gedicht even doen? Zuster Immaculata. Heb je hem paraat of niet? Ik heb hem hier anders. Die de zieke verzorgt. Ja.
Zal nooit 34 haar naam, jaar, geloof ik, toch? Zal nooit haar naam vermeld zien. Ja. Maar iedere ongewassen aap die met een bord dat hij voor dit of tegen dat is het verkeer verspert, ziet hij diezelfde avond nog zijn kop op de tv. Toch goed dat er een God is. Ik ben volgens mij een regeltje vergeten, maar... Ja, dat maakt niet uit. Het is gewoon, als hij het zelf voorlas, was dat zuster Immaculata. Ja. En dan begon hij altijd. Ja. Maar het zijn ja... Maar ben je dan bij zijn optredens geweest? Of deden die dat op televisie? Ik heb hem nooit. Ik heb hem wel vaak horen voorlezen. Ik bedoel, als je nu op YouTube Geert Reven intikt, dan zie je hem regelmatig dat voorlezen. Hij heeft ook zijn gedicht voorgelezen op een LP ooit nog. Een nieuw paaslied. Ja. Ik weet niet of dat op Spotify staat. Dat zal Joop Schafthuizen wel tegenhouden. Ik denk het wel. Maar dat zou wel... Ja, daar moeten we nog even over hebben. Want, de tijd is beperkt. Want er is nu een nieuw boek uit. Van Nop Maas, Uren met Joop Schafthuizen. De biograaf van Reven, ja. De biograaf van Reven. En we moeten toch even hebben over het turbulente leven van Reven. Ja. Dat was wat, hè? Er komt hier ook weer naar voren. Hoe kun je de situatie schetsen in dit boek? Zijn laatste periode eigenlijk. Nou ja, Joop Schafthuizen kwam in 1976 in zijn leven. En die is daar nooit meer weggegaan. Die heeft zich ontfermd over Reven. En die heeft zich ontfermd met name ook over het archief. Je kan veel van Schafthuizen zeggen. Het was natuurlijk een man die er bovenop zat. Maar hij heeft wel Reven natuurlijk ook aan het schrijven gehouden. Om al die fans en al die idioten er maar soms letterlijk de deur uit te slaan. Ja. En gezorgd dat voor Reven de omstandigheden gecreëerd werden. Dat hij kon blijven schrijven. En daarnaast was het de man met wie het eigenlijk altijd wel alles misliep. Dat alle projecten en grote dingen die er om Reven konden ontstaan, die waren altijd wel weer, ging het weer over geld of het ging niet door, omdat Joop een beetje verknipte figuur, en dan was hij weer voor dit en tegen dat. En dat heeft tot grote problemen geleid. En als je nou Nop Maas leest, die de biografie van Reven heeft geschreven in 3 delen, de bezorger was van de brievenboeken van Reven. Ja. Ook het verzameld werk, deel 1 tot en met 5 in ieder geval, helemaal verzorgd en geredigeerd en alles wat er nog moest gebeuren. Dat is een uiterst rustige, bemiddelijke, zeer redelijke man. Ja. En in dat boek wat hij nu heeft geschreven, Uren met Joop Schafthuizen, kun je van pagina tot pagina, het fragment uit zijn dagboek, lezen hoe die omgang was met Schafthuizen. Wat gewoon, turbulent. Er komt een soort paranoïde gek tevoorschijn die hem in de midden van de nacht opbelt en ik sla je kop eraf en weet ik het wat allemaal. Afschuwelijk om te lezen. En als je dan die twee naast elkaar ziet, dan denk je, hoe heeft Reven het ooit met Schafthuizen uitgehouden? Het waren twee verknipte mensen bij elkaar. Hoe dat gewerkt heeft. Maar toch, op de lange baan zie je, Reven heeft heel veel geschreven in de tijd, sinds de tijd dat hij met Schafthuizen was, van 76 tot 2000, wanneer stierf hij, 2008. Wat er uit zijn handen is gekomen, was allemaal met Joop Schafthuizen in de buurt. Dus je kan niet zeggen dat Schafthuizen zijn schrijfproces heeft tegengehouden. Maar... Nee, maar je zou kunnen zeggen dat zijn beste werk heeft hij in Friesland geschreven. Ja. Bij Tijgertje en Woerraad. Ja, maar de vraag is of met Joop Schafthuizen minder werd, of dat met Joop Schafthuizen had te maken. Dat kan je ook niet zeggen. Nee, zijn schrijverschap heeft hoogtepunten gehad. En dan ging het weer een beetje naar beneden. En ik vind bijvoorbeeld Bezorgde Ouders vind ik nog een fenomenaal boek. En de rest is minder, mijn persoonlijke mening, voor wat het waard is. Maar... Inderdaad, zijn beste werk. Daarom reed niet vanmiddag niet voor niks even om te kijken naar het huisje waar hij dat geschreven had. Maar inderdaad, de Revianen, Nop Maas, Uren met Joop Schafthuis, bestel een dat aanrader, boek. Echt waar. Kan je alleen, Laten we afsluiten, want we moeten bijna afsluiten. We gaan afsluiten met Hanni Michaëlis. Maar ik wil voor jullie beiden weten, van als je de kijker die nu kijkt en Reven wil gaan lezen. Oei. Welke 3 boeken zou je aanraden van Gerard Reven? Franka, jij gaat beginnen. Oh, jij mag beginnen. Ja, ik zou 4 pleidooien lezen. Welke, sorry? 4 pleidooien, dat is essayistisch werk. Dat is een pleidooi in het ezelproces. En dat is een prachtig werk om een beetje inzicht te krijgen in hoe die dacht. Ja. Iets minder... het is wat onverpakter, zeg maar. Het is wat duidelijk. Interessant, Ja, vond ik wel. En De Avonden, denk ik. Ja. De derde. Wat ik al zei, de brieven van Carmichot vond ik ook weer erg fijn om te lezen. Ja, ik ook. Carmichot, ja. Dietrich, jij? Je vraagt wel wat. Ja. Je vraagt wel wat, ja. De Avonden. Oké. En dan noem ik 1 titel. De ondergang van de familie Bosowitz en Werther Nieland. Die worden vaak in 1. Dat zijn jeugdwerken. Die zijn echt fantastisch. Een magistraal. Nader tot u. Oud en eenzaam. Ik noem er nog 1. De brieven aan Josine M.
Ja. Dat zijn de twee zusjes. De astrologische. En die zijn voortdurend zijn horoscoop aan het trekken. En dat gaat over echt zijn, als je zijn gods beseft, zijn godsbegrip, ja. Dan moet je die fenomenaal. Ja. Ja. Maar als je vraagt een middelbare scholier, wat moet je, dat is het punt, hè? Wordt er even nog gelezen. Je zit in de zesde klas, vijfde klas, wat ga je lezen? Ik zou zeggen de ondergang van de familie Boslowitz. Ja. Nou, en wat ik zelf ook een heel leuk verhaal vind, een lezing op het land. Die staat in 10 vrolijke verhalen, maar die zijn misschien niet allemaal ijzersterk. Maar dat verhaal is echt geweldig. Nou, daar gaan we het meest mooie verhaal over dronkenschap, een lezing op het land. En haar in gaten. Maar goed, daar gaan we alweer. Ja, gaan we weer. Oké, we sluiten af met Hanny Michaelis. Ik wil de kijkers nu alvast oproepen om, als jullie het al niet gedaan hebben, een fles rode wijn open te trekken. En drink nog een heerlijk glas op de grote Gerard Reven. En we besluiten nu met een schitterend gedicht van zijn ex-vrouw Hanny Michaelis. Ja, voor mij horen ze nog altijd bij elkaar. Gerard Reven en Hanny Michaelis. En dit is een gedicht wat zij schreef vlak voor haar dood. En waar ze nog één keer over haar ouders praat die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Ja. Sluiten we af op deze manier, want dan bedank ik jullie ook alvast. Franka Treur, heel erg bedankt voor je bijdrage. Diederik van Vleuten, heel erg bedankt. En dit is het slotakkoord van deze Reven in de Gloria. Hanny Michaelis. Met mijn moeder, die las en breide tegelijk. En mijn vader, die 6 uur per dag piano speelde, heb ik jarenlang gepraat, gelachen en ruzie gemaakt. Totdat ze werden ingelijfd bij de legendarische 6 miljoen. Een getal waarover na ruim een halve eeuw nog steeds wordt geredetwist. Hun gezichten beginnen te vervagen. De klank van hun stem is al bijna ontkleurd. Straks ben ik er ook niet meer. Dan zal het zijn alsof wij drieën nooit hebben bestaan.